Nou, we zijn hier vandaag bij project Wipwei in Roosendaal. Het is een bijzonder project, want het is een laag temperatuur warmtenet. Waarbij restwarmte van de afvalverwerking Suez gebruikt wordt om woningen van warmte te voorzien. We staan hier inderdaad bij een moderne hoogrendements afvalenergiecentrale van Suez. Waar brandbaar restafval wordt omgezet in groene elektriciteit en warmte. We zijn heel blij dat we de restwarmte van dit proces kunnen aanbieden aan het Smart Climate Grid project in Roosendaal. Ja, het project heeft als doel om heel Roosendaal eigenlijk te voorzien van een duurzame gasloze warmtevoorziening. We zitten midden in een energietransitie en daarin is gas gewoon geen optie meer, ook niet in Roosendaal. In Roosendaal was er eigenlijk een kans om een laag temperatuur warmtenet op te gaan zetten. De gemeente heeft daar initiatief in genomen om dat helemaal uit te rollen. We noemen dat het Smart Climate Grid. Het is eigenlijk een warmtenet dat gebruik maakt van transport van warm water. En dat wordt gebruikt om huizen en gebouwen in bepaalde wijken in Roosendaal te verwarmen. Ja, we hebben gekozen voor een samenwerking met Thermoflex en BAM. Omdat het hele LT-systeem is zeg maar relatief nieuw. Het is best wel een innovatief project. Dus we waren op zoek naar partners die daar geschikte kennis over bezitten. En daar professioneel mee kunnen omgaan in de aanleg. Wij leggen hier een leidingnet aan dat allemaal gerealiseerd wordt bij de huisaansluiting met prefab elementen. Waardoor dat eigenlijk per twee woningen één leidingsegment aankomt waar direct huisaansluitingen op zitten die direct ingevoerd kunnen worden. Nou, dit project was snelle aanleg erg belangrijk, omdat zoals je ziet de sleuf ligt erg dicht bij de straat en het was een zeer korte tijd, moesten alle nutsvoorzieningen gerealiseerd worden. En daarbij was het cruciaal om hoge mate van prefab leidingen aan te leveren, zodat er ter plekke heel snel gewerkt kon worden. Door het toepassen van de prefab elementen kun je sneller installeren. Per twee woonhuizen die gerealiseerd gaan worden, moeten we twee lasverbindingen maken. Die snelheid die haal je met staal niet, omdat die flexibel is en lange stukken op rol geleverd kunnen worden. Hoef je niet elke 12 of 16 meter een lasverbinding te maken. En dit kan gewoon één fitter in één handeling achter elkaar gaan maken. Ja, voor ons is het belangrijkste dat het een betrouwbaar systeem oplevert voor de lange termijn. Dat mensen comfortabel hun huizen kunnen verwarmen. Dat het weinig onderhoud heeft, geen issues levert. In dit project maken we gebruik van de FlexiLine leidingssysteem, omdat het ook een duurzaam leidingssysteem is. Het is namelijk cradle-to-cradle gecertificeerd. En dat betekent dat, hoewel het een hele lange levensduur is en ook in die zin dus duurzaam is, maar dat er ook al nu is nagedacht over wat we weer met de grondstoffen kunnen als de leiding zeg maar na 100 jaar niet meer bruikbaar is. En dan kunnen we het weer volledig recyclen en de grondstoffen gebruiken voor andere toepassingen in de toekomst. Wij zijn als uitvoeringsclub volop bezig met aanleg van warmtewerken. Daar zit de nodige ontwikkeling in op dit moment is ook de toekomst. Dus daarom willen we ook door het gebruik van dit soort concepten voorop lopen in de techniek.